Hij is de moeder Teresa van de Mbit. Hij is de Johan Cruijff van de cookies. De Max Verstappen van de digitale snelweg. De Frenkie de Jong van de 5G. En de John de Mol van de wifi. Dames en heren, Giel de Winter! Goedemorgen, joh. Ik moet altijd wel lachen om de introductie. Ja, maar die verdien je ook, Giel. Nou, hou op. Hoe is het met je? Het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja, nee, ik zit lekker in mijn vel, dus ik ben happy. Ik ben lekker vroeg opgestaan. Ik ga zo meteen nog naar de sportschool, dus ik jou weer op gang. Dus dan kan ik weer door. We zijn dat vorige week een heel klein beetje vergeten. Maar komt Leeuw Kleine bij jou in het team? Nou, Leeuw Kleine, dat is natuurlijk nu een samenwerking met John de Mol. En die gaat natuurlijk een lifestyle-account oprichten. Dus daar zit ik wel zeker... India, ja, daar zitten we met een fantastisch team. Zijn ze hard aan het werk om hier iets moois van te maken. Dus eigenlijk, hij komt in ons team. Ja. Wat leuk, joh. En hoe ga jij je er tegenaan bemoeien dan? Nou, ik ga eigenlijk meer gewoon degene zijn meer van kijken of alle projecten goed lopen en of het creatief genoeg is. En de rest wordt natuurlijk gewoon keurig uitgevoerd door een team. Dus ik ben meer eigenlijk een beetje aan het controleren of het nog leuk en goed is. Maar nee, ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik vind het fucking vet. Potverdikkie, dat is wel een aardig team aan het worden daar, zeg. Oh. Ja, zeker. Nee, ze zijn flink aan het beuken. En ik vond het wel iets heel moois dat... dat Leeuw Kleine zich ook... Ja, ook voor hem is het natuurlijk weer iets nieuws. Iets om zich online te bemoeien. En ik denk, hij heeft een enorm mooi bereik. En als ambassadeur kan hij zich prima daarop aansluiten. Dus nee, ik vind het alleen maar iets heel moois. En ze hebben er een heel mooi team op gezet. Dus dat team gaat knallen als de neten. Lachen, joh, Giel. Ja. Wat leuk. Ja. Hey, en dan moeten we even terugkomen op iets van vorige week natuurlijk. Hè? Want toen hadden we het natuurlijk over de Lamborghini van Enzo Knol. Ja. En jij zei... kijk, jij hebt natuurlijk zo'n lullige Porsche. Jongens. Ja. Jullie hebben het elke keer hierover, jongen. Maar zag ik nou goed op jouw Instagram dat jij op je Porsche of op je Audi... heb jij Lamborghini-velgen gedaan? Nee, dit moet ik wel even uitleggen, jongens. Wacht even. Nee, ja, jongens, kijk, natuurlijk is het mijn hobby om een beetje te sleutelen aan de auto. En ik had 4 maanden geleden had ik wielen in Amerika gezien via een website. Dus dat vond ik heel spannend. Ik denk, nou, weet je, ik ga die maar gewoon bestellen. Dus ik heb ze besteld. En op een gegeven moment zag ik ook foto's dat ze gemaakt werden. En toen zei ik, ja, maar wat voor banden komen erop? En toen zei het bedrijf van de Akker, waar ik ze dan heb gehaald, die zei, nou, weet je, we knallen er gewoon Lamborghini-wielen banden onder. Dus het is gewoon echt iets heel kleins. En toen zei ik, nou, helemaal prima. Maar ik vond het wel een mooi dingetje. Kijk, ik heb... Maar wacht heel even, Giel. Dus Enzo Knol heeft een Lamborghini en jij hebt alleen maar de bandjes. Ja, maar jongens, kom op. Kom op, jongens. Ik wist dat ding niet. Waarom neem ik jullie fucking telefoon nog op? Zijn je ratten? Ik heb een Ferrari sleutel. Ik ga gewoon een filmpje naar mijn weg. Ik sta liever altijd graag. Heb ik. Oh, jongens. Nou, ik vind het... Weet je, ik gun hem de Lamborghini en ik vind het fijn om op de tweede plek te staan, want dan heb ik nog iets in te halen. Ah, ik gun jou de bandjes. Ja, jongen. Echt, jongen. Jullie zijn zo hard de lul, jongen. Ik hou van jou, Giel. We gaan vandaag Frank Daan ontvolgen. Allemaal ontvolgen, de 538 Offroad Show. Wie gaat er volgen deze week, Giel? Nou, jou niet. we hebben een speciaal accountje voor de dames onder ons. Dan moet je even Hot Dudes with Dogs volgen. Hot dat dudes. Vinden de dames hartstikke leuk. Hot Dudes with Dogs. Spreekt toch? Ja. Ja, het is gewoon knappe mannen. En knappe hondjes. Je ziet maar eens een combinatie ervan. En alle vrouwen die liggen vanavond kwijlend op de bank. Ja, zie je? Daar gaan we al. Wat zie je allemaal, hoor? Ik zie hele grote mannen en hele kleine hondjes. Zo schattig. Honden en teven. Vroeger was dat met baby's, volgens mij. Dan zag je altijd van die grote gasten met van die baby's. Ja. Kun je altijd van die kaartjes kopen? Maar dit is echt heel leuk. Hier word je blij van. Nou, zie je? Ja. Het werkt gewoon. Oh. Ja. Jelte, vind jij het ook leuk? Ik vind het geweldig. Ik zit er allemaal blote gasten met hondjes te kijken. Zo'n man in zijn lekkere boxershort en dan labradoedel op zijn borst. Zullen we dan echt een mannenserie aanknallen? Nee, precies. Dat volgen? Ja, doe maar wel. Ja, wat voor de mannen graag. Nou, ik heb dus, ik denk anderhalf week geleden heb ik met veel passie de serie Chernobyl gekeken.
En ik weet niet of jullie er iets van hebben gehoord. Maar ja, het is echt nu, als je op IMDb kijkt, het is de best beoordeelde serie die er ooit is gemaakt. En het is echt heel fascinerend. Want het is gewoon eigenlijk, ze hebben de vreselijke kernramp in 1986 hebben ze eigenlijk nagemaakt. En het is, ja, je zit er zo in. Het is zo'n heftige serie. Dus ik heb er echt met veel verbazing wekkend heb ik ernaar gekeken. En ik dacht, oké, dit moet ik toch wel heel even op de radio doorgeven. Dat dit de volgtip is, dat mensen dit moeten kijken. Wat vond je er zo goed aan, Giel? Nou, ze hebben het. Gisteren heb ik toevallig de foto's gekeken over de daadwerkelijke ramp. Ja. En ze hebben de beelden ernaast gehouden van de film. En dat hebben ze zo knap nagemaakt. En het gaat er vooral over. Hè. Die kernramp is natuurlijk zo heftig als iets. Maar er zitten leugens in. En vooral de leugens, die hebben ze heel erg naar voren gebracht. Ja, ja. Het is gewoon een mega schokkende ramp, jongens. Ja, en het negatieve van zo'n serie is wel weer natuurlijk dat je nieuwsartikelen leest dat dames nu bijvoorbeeld in een string een foto aan het maken zijn daarvoor voor de kerncentrale. Maar echt, ja. Het begint echt een hype te worden om daarheen te gaan en een beetje een simpel fotootje te maken, ja. Nou, dat vind ik natuurlijk wel echt verschrikkelijk. Want ik ben er zelf 2 jaar geleden ook geweest. En het is niet niks, want je moet jezelf helemaal wel... je kan daar wel naartoe. Maar ja, je bent wel bevat voor straling. Je kan dat wel nog steeds krijgen. Ja, en een beetje respect voor een plek waar zo'n ramp is gebeurd, toch? Ja. Nou, precies. Ja. En die mensen die dat doen, voor mij mogen we die allemaal ontvolgen. En daar hoeven we geen respect voor te hebben. Maar ik vind de serie ook een stukje geschiedenis voor iedereen. Is het gewoon echt heel goed om te kijken. Het enige wat ik natuurlijk wel gewoon een beetje storend vind... is dat het is natuurlijk wel weer Amerikaans-Brits is het gemaakt. Dus alle inwoners, ja, ze spreken Engels. Ja. Maar Russisch is lastig te volgen. Precies. Maar ja, en ik vind dat wel weer... Het is niet geheel verrassend. Rusland die heeft natuurlijk woedend gereageerd op deze serie. Want het is allemaal niet waar. En blablabla. Kijk, en ik vind wel dat de regisseur uitstekend werk heeft verricht. Want die heeft gewoon het verhaal echt zo goed naproberen te maken. Hij zegt ook, jongens, het is niet de volledige waarheid. Want daar komen we nooit achter. Maar dit is wat we tot nu toe weten. Ja. Ik heb echt... Het is een miniserie, 5 afleveringen. Heel interessant. Je hebt mij nieuwsgierig gemaakt. Dan ga ik naar die serie kijken. En dan Hannelore die checkt die blote mannen met de hondjes wel even. Ja, joh. Ik vermaak me wel, hoor. Zie je, voor ieder wat wils, jongen. Voor ieder wat wils. Ja, zo compleet allemaal. Ja, precies. Hé, hey, Giel, leuk weer. Dank je wel, hè. En tot volgende week. Ja, hey, nou, ik weet niet of ik er nog zin in heb. Giel, dankjewel.